Welkom bij weer een nieuwe video van moi. Dit is alweer mijn laatste video voor de Hogeschool van Amsterdam, want hierna schuif ik door als presentator voor de BNNVARA Academy. En wil je daarvan op de hoogte blijven, moet je vooral de YouTube-pagina van BNNVARA in de gaten houden. In deze video ga ik het hebben over een studiekeuzecheck. Een how to do it en what to do with dit video. Oké, je hebt je ingeschreven voor de HVA. Voordat je hebt ingeschreven, heb je uiteraard een open dag bezocht of een dagje meegelopen. Als je uiteindelijk hebt ingeschreven voor een studie, word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Maar wat is een studiekeuzecheck eigenlijk en waarom is die verplicht? Dat kom je te weten in deze video. Na je verzoek tot inschrijving op een studielink word je per mail uitgenodigd door de opleiding voor de studiekeuzecheck. En let op, de mails van de HVA kunnen in je spambox terechtkomen, dus check deze mail gewoon regelmatig. Door de studiekeuzecheck bekijken jij en de opleiding nog één keer of jullie echt bij elkaar passen. De HVA vindt de studiekeuze zo belangrijk dat de studiekeuzecheck voor iedereen die aan een voltijd opleiding gaat beginnen verplicht is. En wat houdt die studiekeuzecheck nou in? Als eerst vul je een online vragenlijst in en maak je een huiswerkopdracht. Daarna volg je een college en doe je in de meeste gevallen ook een praktijkopdracht. Vervolgens rond je de studiekeuzecheck altijd af met één presentatie of een toets. En tot slot krijg je na 2 weken een studiekeuzeadvies. Ook maak je kennis met je toekomstige docenten en medestudenten, wat ook leuk kan zijn. En als het niet leuk is, moet je maar hopen dat je met andere mensen in de klas zit. Op basis van jouw studiekeuzecheck en het studiekeuzeadvies kun je jouw inschrijving wel of niet definitief maken. Ik hoop dat je nu een enigszins goed beeld hebt van wat de studiekeuzecheck inhoudt en waarom die verplicht is. Voor nog meer informatie wil ik je doorverwijzen naar de website die hier nu in beeld gaat verschijnen. Hier ergens, denk ik. Zoiets. Ja, toch? Ja. Hier in beeld verschijnen nog wat video's over hoe je een goede bucketlist kan maken voor de open dag. Hoe het is om te proefstuderen en mee te lopen. Nou, dit was mijn laatste wapenfeit voor de HVA. Misschien dat ik jullie dan binnenkort ook een keertje zie als ik langs de HVA kom. Over en sluit.